Bij een nieuwbouwhuis aan de Noordlaan in Bergen is dinsdagmiddag een bouwvakker van een hoge stijger gevallen. Twee ambulances kwamen ter plaatse en ook de traumahelikopter werd opgeroepen. Deze werd later weer geannuleerd. De gewonde man die op de grond lag werd met een speciale schepbrancard in een vacuümmatras gelegd om nog meer letsel te voorkomen tijdens het vervoer. Hierna is hij overgebracht naar het ziekenhuis in Alkmaar. Het is onduidelijk hoe de man van de stijger kon vallen.